recht raakt altijd de kern van de onderneming. Dat geldt dus ook voor het UMC Utrecht. Ik ben Albert van Maas en sinds 6 jaar hoofd van de juridische sectie bij de Raad van Bestuur. In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat als wij de positie van het UMC Utrecht en onze patiënten goed bewaken, dat niet alleen geld bespaart, maar vooral onze reputatie bevordert. Mijn plan is het opzetten van een in-house legal lab. Ik wil dat opzetten samen met 1 of meerdere juridische faculteiten, waarbij een geselecteerde groep studenten en promovendi actuele vragen uit juridische praktijk van ons krijgt voorgelegd. Ze werken die daarna uit onder begeleiding van hun hoogleraar en de UMC-juristen. Het mes snijdt zo aan 2 kanten. De studenten krijgen toegang tot de meest actuele juridische vraagstukken in de praktijk en wij krijgen de beschikking tot de meest recente juridische inzichten. En dat alles voor slechts een fractie van de reguliere kosten. De doelgroep is het centrale en decentrale management van het UMC Utrecht. En uiteraard alle beroepsbeoefenaren. Zoals gezegd, ook de patiënt wordt er beter van. Te denken valt daarbij aan nieuwe inzichten op het gebied van toestemmingsprocedures. Ik ken de juridische wereld en de wereld van de UMC's zeer goed. Het oprichten van een in-house legal lab zal van het UMC Utrecht een voorloper maken op veel juridische vraagstukken. Ik ben er trots op dat ik daar mijn bijdrage aan kan leveren. Uw stem op mij brengt dit voor Nederland unieke concept een stap dichterbij.